Studenten van de opleidingen AVOK, dat wil zeggen allround vakkracht, onderhoud en klusbedrijf, en SMG, dat zijn opleidingen die voor de bouw zijn en onze docenten. En dan hebben we ook nog studenten rondlopen van onze BBL-opleiding werken en leren van kok. En die gaan zorgen dat wij heerlijke hapjes hebben vandaag. En ik wil u even meenemen terug in de tijd. De kortste dag van 2022, 21 december, toen kreeg ik een appje. En dat was een appje van een collega van mij van ROC Mondriaan. En die zei: Maxime Verhagen, die is voorzitter van Koninklijk Bouw Nederland. En die heeft aan mij gevraagd: ik wil iets doen. Het moet concreet zijn en het moet van betekenis zijn voor onze studenten van bouw. En toen hebben we zitten brainstormen. Er kwamen allerlei ideeën. En op een bepaald moment zei Martijn: ik wil al jaren een klusbus. Ik heb al jaren het gevoel dat wij van betekenis kunnen zijn voor het eiland. Dat ik met mijn jongens en ook mijn meisjes de wijk in kan gaan. Dat ik ze trots kan laten zijn op het werk dat zij doen. En wij waren als team eigenlijk gelijk enthousiast. En toen zeiden we: dat gaan we aan Maxime voorleggen. Wij fixen hier een hoop, dus we gaan een bus regelen. En wij dachten aan een tweedehandsbus. En toen zei Richard Wenink, ons hoofd facilitaire zaken, die zei: Lisette, ik heb ervaring met tweedehands busjes en auto's. Niet zo'n goed idee. Die gaan nogal wel een stuk. We moeten gaan voor een nieuwe bus. En toen zeiden we: oké, maar als we een nieuwe bus met kwaliteit willen, daar staan de mensen van Akkermans, ja, dan moeten we er nog wel wat bij regelen. En zo ging ik langs de Rotary en heb ik verteld over onze plannen. En de Rotary, daar vond ik een enthousiast publiek en een luisterend oor. En die zeiden: wij zien dit zitten en wij gaan helpen om andere sponsoren bij elkaar te krijgen. En als je dan zegt: wat gaat die klusbus doen? Ik heb al mensen gehoord die zeiden: kan die ook bij mij langs? Nee. Het is niet zo dat als je airco kapot is of dat je denkt: goh, het is wel handig als iemand wat bij me komt doen. Nee, wij als MBO Bonaire vinden het heel belangrijk leren in de praktijk. En we vinden het heel belangrijk om een bijdrage te leveren aan ons eiland. Wij willen echt graag midden in de maatschappij staan. En midden in de maatschappij staan betekent dat er op ons eiland wijken zijn waarvan je weet dat het fijn zou zijn als we wat zouden kunnen doen. En als je zegt je wil dat studenten trots zijn, dan is het echt anders of ze achterop ons terrein iets aan het leren zijn of in die woning. Dat ze echt zien dat de mensen waar het echt belangrijk is geholpen worden. Dus dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat ik ongelooflijk blij ben met u als sponsoren. Want zonder u had deze bus er niet gestaan. En ik zou willen zeggen: Masha, dankie. Naar alle sponsoren en ook naar het team, want die zijn met het idee gekomen.